Duitsland en Oostenrijk hebben de grenzen opengezet voor vluchtelingen vanuit Hongarije. En dus reizen duizenden vanuit Boedapest verder, per trein, bus of te voet. En verder in het nieuws vandaag. Hoe gevaarlijk zijn drones voor al het andere vliegverkeer? En voetballen zonder scheids en ouders op afstand. Goedenavond. Afgelopen dagen zaten ze onder erbarmelijke omstandigheden vast in Hongarije, op het station van Boedapest en in een trein in Bicske. Maar inmiddels zijn duizenden Syrische vluchtelingen doorgereisd en aangekomen in Oostenrijk en Duitsland. Die landen hebben hun grenzen opengegooid voor vluchtelingen en migranten. Een tijdelijke maatregel vanwege de noodtoestand in Hongarije. Anders dan in Hongarije worden de vluchtelingen in Oostenrijk en Duitsland wel welkom geheten. De meeste vluchtelingen reizen door naar Duitsland. Eerst naar München. In de laatste 7 stunden zijn 2000 asielbewerbers gekomen. En het läuft alles zeer geordend, zeer gestructureerd. De stroom vluchtelingen kwam op gang na de chaos in Hongarije gisteren. Daar liepen meer dan 1000 mensen op de snelweg. De Hongaarse regering besloot toen om bussen in te zetten. En ook bij het station in de hoofdstad Boedapest werden mensen opgehaald. Goodbye, goodbye. Honderden bussen reden vannacht naar de Oostenrijkse grens. Ja, die tocht die begon dus vanmorgen op het station in Boedapest. Joris van Poppel zag het allemaal gebeuren. En de vluchtelingen gingen van daaruit naar Oostenrijk. Naar het grensplaatsje Nikkelsdorf, waar Wessel de Jong staat. En daar beginnen we aan die Oostenrijkse grens. Wessel, hoe is de situatie bij jou? Ja, Rick, afgelopen dagen was het hier prachtig weer. Maar dat zal je natuurlijk net zien. Het slaat nu om, het waait hier, het regent hier. Nou, dat hebben die Oostenrijkers ook gezien. Die zijn allemaal toegesneld gekomen met warme spullen, met jassen, met noem maar op eigenlijk om die mensen hier te helpen. Bij die Oostenrijkers heeft echt een geweldige explosie van energie plaatsgevonden. Ja, dat is eigenlijk maar één verklaring voor. Dit is gewoon een ongelooflijke, indrukwekkende grote hoeveelheid mensen. Afgelopen nacht kwamen de eerste vluchtelingen aan uit Hongarije. En zojuist is er weer een hele nieuwe groep aangekomen. Het normaal slaperige grensdorpje Nikkelsdorf is in rep en roer door de stroom vluchtelingen. Mensen komen uit heel Oostenrijk toegesneld om spullen en voedsel te doneren. Wat gaat hier voor? Oh, ik denk hier sammelen die mensen, of we lieveren die mensen af voor de vluchtelingen. Materiaal, spijzen, getränken. Wand zum Anziehen natürlich. Wir fahren jetzt zur Grenze, weil wir gehört haben, dass dort Regenschutz gebraucht wird und auch was, worauf die Leute sitzen können. An der Grenze am Parkplatz sitzen noch immer ganz, ganz hunderte, keine Ahnung wie viele Menschen und es wird immer kälter und es beginnt zu regnen. De Oostenrijkers zijn gul. De vluchtelingen zijn blij dat ze weg zijn uit Hongarije. To tell you the truth, people are very nice, very good people and very kind. But police is something else. Ja, Wessel, hoe gaat het daar verder bij jou? Ja, die mensen, die Oostenrijkers, die zijn natuurlijk super sympathiek allemaal. Maar voor deze vluchtelingen maakt dat niks uit. Die willen eigenlijk maar één ding, dat is naar het station. Nou, dat ligt hier ongeveer een kilometertje verderop. Die mensen worden hier dan geregistreerd. Gaan dan in die witte bussen, worden ze naar dat station toe vervoerd. En van daaruit gaat het dan verder naar Wenen en naar Duitsland. Maar ik vrees toch wel dat een hele grote groep hier nog de nacht zal moeten doorbrengen op deze parkeerplaats. Wessel. Dankjewel. We gaan door naar Joris van Poppel in Boedapest. Ja, Joris, we zien al die vluchtelingen doorreizen. Betekent het dat het bij jou op het station in Boedapest rustiger wordt? Het is iets rustiger. Vanmorgen was bijna iedereen weg hier, omdat ze met die bussen naar Oostenrijk konden. Maar in de loop van de dag kwamen er toch steeds meer vluchtelingen hier naartoe. Die zaten vast verderop in Hongarije en die hoorden dat er bussen waren naar Oostenrijk. Die mensen zitten hier nu, dat zijn er ongeveer een duizendtal schat ik. Die denken dat er nog bussen komen. En dat is niet alles, want we horen ook dat er in Servië bijvoorbeeld, naar schatting, nog 10.000 mensen op weg zijn naar Hongarije. Om ook via Hongarije naar Duitsland te komen. Ja, en hoe gaat de Hongaarse overheid dat oplossen?
Ja, dat is moeilijk. De Hongaarse regering die wil het leger gaan sturen, militairen naar de grens in de hoop om die vluchtelingen toch tegen te houden daar. Er is daar ook al een hek gebouwd, maar het is wel ingewikkeld, want die grens is ruim 150 kilometer. Het is maar de vraag of ze dan die nieuwe stroom vluchtelingen kunnen tegenhouden. Ja, en intussen zijn er al hele grote groepen vluchtelingen in Hongarije. Wat doen zij dan? Ja, de mensen hier, ze kunnen niet met de trein, want die trein rijdt nog steeds in de Oostenrijk. Bussen waar ze op hopen, die gaan er niet meer komen, zegt de Hongaarse overheid. Dus ja, sommige mensen zijn gaan lopen. Bijvoorbeeld vanmiddag een groep van 200-300 mensen is gaan lopen naar de Oostenrijkse grens. Dat is al snel 200 kilometer. Ja, en of mensen proberen deals te sluiten met mensensmokkelaars bijvoorbeeld, die hier op het plein ook zeker rondlopen. Of met taxichauffeurs. Gisteren betaalde je nog 100 euro om met een taxi van Boedapest naar de Oostenrijkse grens te gaan. Nou, die prijs is nu omhoog gegaan naar 400 euro, maar liefst verviervoudigd. Omdat alle taxichauffeurs, degene die er een slaatje uit willen slaan, ook weten natuurlijk dat heel veel vluchtelingen nu zo snel mogelijk naar Duitsland willen. En daar sommige mensen die willen daar flink geld aan verdienen. Joris van Poppel, dankjewel. En intussen heeft het overleg in Luxemburg tussen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de verdeling van vluchtelingen niets concreets opgeleverd. Struikelblok blijft het maken van afspraken over precieze aantallen vluchtelingen die landen moeten opnemen. Ik denk dat er meer optimisme is, maar het duivel zit in de details. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat je precies overeenstemming moet bereiken over aantallen. En dat je de externe politiek erbij moet benaderen. Want veel Oost-Europese landen zeggen eigenlijk van ja, als we dat nou doen, hoe weten we dan zeker dat dat geen eindeloos verhaal wordt? Nou, daar kan niemand kan daar garanties voor geven. Dit is een internationale humanitaire crisis. Ja, hoe dan ook, in Nederland heeft de gemeente Hilversum aangeboden om in elk geval zo'n 1500 vluchtelingen op te nemen. Naar aanleiding van een oproep van staatssecretaris Dijkhoff voor meer opvangplekken. En ook Apeldoorn, Assen en Rosmalen hebben zich naar aanleiding van die oproep gemeld. De meeste vluchtelingen die naar Europa gaan, komen nu dus uit Syrië. Voor de oorlog, in 2010, telde Syrië nog 23 miljoen inwoners. Inmiddels zijn meer dan 4 miljoen Syriërs het land al ontvlucht. In Syrië zelf zijn bijna 7 miljoen mensen op drift. 12 miljoen Syriërs, iets meer dan de helft, zijn ondanks de oorlog thuisgebleven. Vooral in gebieden waar president Assad nog de macht in handen heeft, zoals de hoofdstad Damascus. Maar ook daar komt de oorlog regelmatig dichtbij. De inwoners proberen er een zo normaal mogelijk leven te leiden, met voor degenen die het zich kunnen veroorloven af en toe een feestje. Mortieren in het centrum van Damascus, vlakbij een aantal regeringsgebouwen en bij een hotel. Hier op de stoep van ons hotel kwam een mortier neer. Nou ja, het is nauwelijks een deuk in het asfalt, maar de scherven die hebben dus wel iemand gedood hier. De gaten in de grond zijn natuurlijk wat groter aan de kant van de regeringsbommen en de vatbommen die gegooid worden. Maar daar mogen we niet filmen. Hier in Damascus houden die twee elkaar in een ijzeren greep. 'Smiddags komen de mortieren, maar daaromheen worden de regeringsbommen gegooid. En toch, op een of andere manier, leven mensen door. Dit is in regeringsgebied. Veel oppositiewijken worden belegerd en daar is tekort aan van alles. Maar hier is er voldoende eten. Geen angst voor de mortieren. بعد مو يوم واحد اصلا مطر بالقذائف صار 3 ايام مطرين بالقذائف وين ما كان ممكن تنزل القذائف لكن نحن مثل ما قلنا توكلنا على الله عز وجل وبعدين على جيشنا ورئيسنا. Voor de mensen met geld is het zelfs in het centrum hip uitgaan. Maar als de mortieren neerkomen zou ik in een disco in een kelder gaan zitten. Hier doen ze het op een dakterras. بدنا نضل عايشين برغم القذائف برغم الهاوين. شعب عايش نحن وما بيهمنا لا الارهاب وبدنا نقضي على الارهاب لاخر نقطه بدمنا ماني خايفه وبدنا نخلص وبدنا نخلص الحرب لترجع سوريا. Ja, terug naar Nederland. In hoeverre kun je gevangenen in toom houden door op hun voeding te letten? Justitie gaat kijken of gevangenen minder agressief zijn als ze vitaminepillen slikken.
Nederland is het eerste land ter wereld dat dat doet, op vrijwillige basis. Er is al eerder een experiment met vitaminepillen gedaan onder ruim 200 gedetineerden. De helft kreeg een placebo, een neptablet, en de andere helft vitaminepillen. De groep die vitamine en mineralen extra kreeg, daar in die groep nam het aantal incidenten met ruim een derde af. En in de groep die middelen niet kreeg, die een placebo kreeg, daar zag je een lichte toename van het aantal incidenten in de inrichtingen. Het experiment krijgt nu een vervolg om te kijken of het in de praktijk ook werkt. Alleen gedetineerden die agressief gedrag vertonen, zullen worden benaderd. Gedetineerden die gewoon heel rustig in detentie zijn, daar is het volkomen zinloos om ze die middelen te geven. Het gaat om die groep die voor agressie zorgt tijdens de detentie. En denkt u dat die mee willen doen? Een deel die zal last hebben van zijn eigen gedrag en die zal eraan mee willen doen. En er zal een deel zijn die zul je moeten motiveren, daar zul je mee in gesprek moeten. En dat gaat gebeuren in 5 gevangenissen en 2 jeugdgevangenissen. In een flat in Roermond is gisteravond een man van 46 jaar om het leven gekomen bij een brand. 4 andere bewoners raakten licht gewond door het inademen van rook. Nadat alarm was geslagen, moesten zo'n 70 bewoners hun huis uit. Maar de toegang naar de brandtrap was afgesloten. De brandweer maakte met een betonschaar die vluchtweg open. Het vuur woedde in een kelderbox waar een slaapplek was ingericht. En daar werd het dode slachtoffer gevonden. De politie onderzoekt waarom er iemand in de kelderbox verbleef. En ook in Roermond zijn de Nederlandse militairen herdacht. Die vielen tijdens de strijd in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea tussen 1945... en 62. Premier Rutte sprak en de herdenking werd afgesloten met het leggen van kransen bij het Nationaal Indiëmonument. En de kleinste man ter wereld is overleden. De Nepalees Chandra Bahadur Dangi. Hier samen met de grootste man ter wereld. Was 54,6 centimeter lang. Hij overleed aan een longontsteking. Dangi is 75 jaar geworden. En natuurlijk is er dan ook altijd weer een nieuwe kleinste man. En dat is een 22-jarige Filipijn genaamd Junre Balawing. Hij is 59,93 centimeter groot. Een tenniswedstrijd op de US Open werd gisteren abrupt stilgelegd, omdat er opeens een vreemd object op de tribune lag. Wauw. Can we continue or? Well, I want the security to take a look at what it was, because I didn't see. We have a moment here where we're not entirely certain as to what it is that landed in the stands, with the security out to take a look at it, and that's going to cause a halt in play for the moment. Well, early conjecture seems to be that a drone has landed in the stadium seats. Nou, dit was een foutje. Niemand raakte erbij gewond. Maar het roept wel de vraag op hoe we moeten omgaan met deze nieuwe technologie. Zijn drones de nieuwe luchtvaart? Evolutie, of zijn die onbemande vliegtuigjes juist gevaarlijk? In Nederland buigt het kabinet zich momenteel over de juiste wetgeving. En ook in Amerika vindt men het lastig. De luchtvaartautoriteit slaat zelfs alarm. Deze drone gaat binnenkort grote bouwprojecten op kwaliteit en veiligheid controleren. Op een afgelegen locatie laat inspectiebedrijf Navigator CS aan klanten zien wat de voordelen zijn. So we saw drones as a way to more quickly achieve the inspection that we want with high quality resolution. We can capture imagery and film, and we can do it without putting people up in the air in harm's way. Navigator CS voldoet aan strenge eisen en werd daarmee een van de gelukkige bezitters van een commerciële dronevergunning. Duizenden andere bedrijven doen inmiddels ook een aanvraag. Tel daarbij nog eens een veelvoud aan amateur dronevliegers op en je hebt volgens sommigen een veiligheidsprobleem in de lucht. Approach compass 5837, we just saw the drone. Want hoewel drones in de nabijheid van bijvoorbeeld vliegvelden ten strengste verboden zijn, telde de luchtvaartautoriteit FAA dit jaar al 700 incidenten met passagierstoestellen. In de eerste 3 weken van augustus alleen al waren er 70 bijna botsingen.
Op 2 augustus bijvoorbeeld landde vlucht 5911 op JFK New York, een van de drukste vliegvelden ter wereld, terwijl een drone op nog geen 10 meter afstand meevloog. And I think some people are doing it in ignorance to the rules or from the perspective that they disagree with the rules. And the worst possible thing that could happen, obviously, and we all have our fingers crossed, that there won't be some serious accident that results from somebody's improper operation. I mean, suck my aircraft into an engine of a jet passenger plane and you're going to have a disaster. Maar het probleem zit dieper dan wat ondeugende of opstandige amateurpiloten. Want omdat de technologie zich veel sneller ontwikkelt dan dat er wetten voor gemaakt kunnen worden, ontstaat er soms een beetje een wild westen van regulering, waarbij het lang niet altijd duidelijk is wat nou wel en niet mag. Machtige bedrijven als Google en Amazon, die grote plannen hebben met drones, vrezen dat de regels nu veel scherper gemaakt gaan worden. Hun belangrijkste lobbyist noemt het FAA-rapport ronduit bangmakerij. What lawmakers and regulators tend to do is they try to catch up. And so they try to overreact to the technology. But it will always win. Technology always wins because consumers demand things that open up doors to things they had never imagined. Zoals de eerste medicijnendrop ooit, deze zomer in een afgelegen veldhospitaal in de VS, als teken van wat allemaal mogelijk is. It's here. The most captivating technology of the past 50 years. Ja, en ook in Nederland is het kabinet er nog niet uit. Sinds 1 juli zijn er nieuwe regels voor particulieren en mensen die beroepsmatig drones gebruiken. Maar daar is nog veel onvrede over. Er is geen scheidsrechter meer bij en de ouders die staan op flinke afstand. Zo moet voetbal weer leuk worden. Dit is de kern van de fair play competitie. En daarmee wil de KNVB de sfeer bij de jongste spelers verbeteren. In het oranje, de F'jes van VV Reuver uit Limburg. Ze spelen in de Fair Play competitie. Ja, klasse bal, Finn. Klasse bal, jongens. En dat betekent van de coach vooral complimentjes. Wat nu anders is, is dat we alles aan de spelers overlaten. Dat zij onderling alle spelregels, zeg maar, dat ze onderling eruit komen. Of het nou achterbal is, of corner, of een doelpunt gescoord wordt, of een overtreding. Zonder scheidsrechter ook. En wat zie je dan? Een speler van de tegenpartij legt de bal keurig klaar voor een corner van VV Reuver. Voor de ouders is het ook anders. Net als bij vroegere wedstrijden staan de ouders nog steeds langs de lijn. Maar toch is er veel meer afstand tussen de kinderen en de ouders. Het veld is namelijk een heel stuk kleiner gemaakt. Kom op, Reuver! Kom op, Reuver. Dat mag nog net, maar voor de rest mogen ze zich niet met de wedstrijd bemoeien. Nou, heel af en toe. Als ik denk van, nou, hij kan iets harder rennen, want mijn zoon die rent natuurlijk mee. Dus dan denk ik van, nou, dat moet even iets harder. Dan wil ik wel eens zeggen, kom op. Maar dat kan, hè. Wat is het ergste dat u vroeger wel eens heeft geroepen, toen het nog mocht? Ja, dat zeg ik niet op camera. Goed nieuws trouwens voor het thuispubliek. Tussenstand 4-0. Fairplay nu nog vooral in Limburg, maar als het aan de KNVB ligt, straks voor alle Nederlandse F'jes. Wordt het niet wat soft? Nee, het zorgt ervoor dat kinderen veel meer plezier ervaren. Daar gaat het om. En vooral bij deze leeftijdsgroep. Ja, die moeten gewoon lekker de wei in kunnen en lekker kunnen voetballen. In Reuver is het rust. Ik heb de tegenstander met een mannetje extra laten spelen. Omdat jullie veel te goed zijn. Ja, zelfs dat hoort bij fair play. Maar helaas voor de tegenpartij. De wedstrijd eindigde alsnog in 8-0. Ja, klasse bal. Ja, en het was er droog, Willemijn Hubert. Dat is nog best bijzonder eigenlijk. Ja, bijna opmerkelijk ja. Te noemen inderdaad. Het is behoorlijk herfstig bij ons. Blijft voorlopig nog even zo, maar er zit wel een verandering aan te komen. En vandaag was het gewoon ronduit wisselvallig, dus je kon droog voetballen. Ja, soms had je pech, dan was het nat. En hier is op deze foto eigenlijk wel goed te zien, met die wolken aan de ene kant, die drukke wolken aan de ene kant en die blauwe lucht aan de andere kant, ook dat wisselvallige dus. Waar komt dat nou allemaal vandaan? Nou, de situatie ziet er zo uit. Een lage drukgebied wat zich boven het zuiden van Scandinavië bevindt. Ten westen van ons, een heel stuk ten westen van ons, een hoge drukgebied. En daartussenin een noordelijke, noordwestelijke stroming met aanvoer van die koele lucht. Die 15, 16 graden lucht bij ons aan de grond. En tegelijkertijd talloze buien. Nou, voorlopig zijn we daar nog niet echt vanaf. Dat lage drukgebied dat schuift heel, heel, heel langzaam richting het oosten. En tegelijkertijd nadert dit hoogdrukgebied wat later in de week bij ons weer voor een weersverbetering gaat zorgen. Maar in eerste instantie hebben we nog steeds te maken met buien die vanuit het noordwesten ons land bereiken.
Nou, dit zijn de laatste radarbeelden die nu in beeld komen. Vanuit het noordwesten dus. Allemaal van die losse buien, tussendoor ook droge periodes. Die zullen we vannacht dus ook hebben. Misschien wat opklaringen, vooral in het oosten van het land. Het koelt in het zuidoosten af tot een graad of 8, aan zee een graad of 13. En daar waait het ook het hardst. Misschien een windkracht 7. Misschien tijdelijk even stormachtig in het noordelijke kustgebied. En er is ook kans op zware windstoten. Het eind van de avond en het begin van de nacht. Daarna wordt het allemaal ietsjes rustiger. Morgen overdag. De dag begint denk ik met nog wat zonneschijn. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land kunnen wat losse buien nog overtrekken. En in de loop van de dag gaat de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. En dan kan er ook wat regen vallen, maar het zijn waarschijnlijk kleine beetjes regen. Nou, we zitten dus nog steeds met die noordwestelijke stroming. De temperatuur blijft dus echt nog wel wat achter bij wat het normaal zou zijn. Normaal een graad of 20, maar morgen dus maar een graad of 15. Maar wat ik u al zei, er komt verandering in. Maandag nog niet, ook dan is het koel, maar vanaf dinsdag gaat de temperatuur wat omhoog, wordt het droger en zonniger. Tot zover het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Duitsland en Oostenrijk hebben de grenzen opengezet voor vluchtelingen vanuit Hongarije. En de eerste duizenden vluchtelingen kwamen daar in de loop van de dag aan. Zometeen in Nieuwsuur, de burgemeesters van de vier grote steden. Ze verwijten de politici op het Binnenhof gebrek aan visie en besluitvaardigheid. Ik ga niet tegen het kabinet zeggen, u moet geen beleid voeren om illegaal het land uit te zetten. Dat is de verantwoordelijkheid van de regering, daar is een Tweede Kamer voor. En als dat beleid zo is, en dan moet het dan maar doen. Maar als ze het niet doen, mag ik dan zeggen als burgemeester, maar ik aanvaard niet dat in mijn gemeente mensen buiten slapen. Meer om 10 uur op NPO 2. Ik wens u nog een mooie avond, een goed weekend.